Nog meer voetbal. Nu gaan we ons niet bezighouden met gericht schieten of gericht pasen. Maar gaan we ons bezighouden met dribbelen. Je kan door middel van flessen, pringelsbussen of iets anders wat rechtop kan staan, kan je dribbelvormpjes gaan doen. Dit zijn de dribbelvormpjes. Je zet jouw objecten, ja, voorwerpen, leg jij, zet je rechtop neer. Zoals je hier kan zien. Je gaat door middel van de bal, er dribbel omheen en omheen. En dan ga je weer terug. Zo kan je op die manier dribbelen. Als dat is redelijk groot, dat je er gewoon goed omheen kan gaan, dat is stap 1. Je gaat alleen met je rechterbeen er omheen dribbelen. En dan ga je weer terug. Gaat het goed, dan kan je dat ook natuurlijk met links doen alleen maar. En terug. Gaat dat goed, dan komt eigenlijk het eindvormpje. En dat is bij voetbal belangrijk, dat je beide benen gaat gebruiken. Dus de bal ligt rechts, kijk hem links, rechts, breng hem terug. Zoals je kan zien, als dat goed gaat, kan je de pionnen, of in dit geval in mijn geval pringelsbussen, dichter bij elkaar gaan zetten. Dan wordt het wat lastiger om er doorheen te gaan. Dan zal je ook zien dat je wat rustiger moet gaan. Ik zal het rustig voordoen. Je begint weer met alleen maar met rechts. Ga je er doorheen. Rechts, naar rechts. Rechts, naar rechts. En hier ga je rustig terug. Gaat dat natuurlijk goed, dan doe je het. Probeer je het weer alleen maar met links te doen. Alleen maar met links. En gaat dat dan weer goed? Dan kan je natuurlijk weer beide benen vooruit en opzij. Zoals je kan zien, is dat eigenlijk ook bij deze, als ze korter bij elkaar komen, de snelste manier. Ook kan je natuurlijk je parcours verlengen, dat je er wat meer hebt. Ik ben benieuwd bij welk level je komt en hoe dichtbij je ze bij elkaar kan krijgen. En hoeveel je er neer kan zetten. Succes ermee!